Hoi, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we kijken hoe makkelijk het is om mensen te fucken via de telefoon. Oké, gasten, wie gaan we bellen? Die! Wat zijn er? Die 879. Ja, u spreekt inderdaad met de afdeling Milieuklachten. Ik heb wel een milieuklacht, er zit namelijk iemand te scheiden in mijn tuin. Er zit iemand te scheiden in uw tuin? Ja, ik spreek met Beb van Amersfoort. Ik heb een aantal vraagjes. Jij bent David Harms, toch? Ja. Van het DusDavid kanaal op YouTube. Ja, maar hoe kom je aan het nummer en waarom bel je geblokkeerd? Met Ilse. Yo, Ilse, Michiel. Dus ik weet niet of je zin hebt om, ja, eigenlijk rondweg seks. Ja, ik heb een vriend, maar? Ja, als het tussen ons blijft. Ja, ik hou het wel tussen ons. Oh my god, joh! Die chick die hangt, joh. Mijn vraag is gewoon, DusDavid, waar komt die naam vandaan? Ik vraag me af waar die dus vandaan komt, want ja, oké, hartstikke leuk. Ik krijg geen vragen, want dan doe ik het ook. Sorry? Ja, ik heb een SOA-test gedaan en ik heb chlamydia. Dus misschien jij ook. Ja. Ja, ik denk het echt. Ik weet ook niet hoe lang ik het al heb, dus ja. Oh, god. Hoi, lieverd, met mij. Hi. Hoi, alles goed? Ja hoor, jou. Ja, lekker. Mooi. Ik moet je iets vertellen. Sorry, want ik ben vreemd gegaan. Serieus? Ja. Klootzak. Kom op, het spijt me, het was... Ja, daar heb je wel goed te zeggen. Het staat gewoon op. Sorry, mop. Ik bel je nog terug, we moeten niet door. Hier, Anthony Kamerling. Nou, ik ga hem die bellen. Dit nummer is niet in gebruik. Wij helpen u graag. Die hangt al ergens. Ik zeg, waarom krijg ik altijd zo'n gigantische last van diarree als ik jullie vreten eet? Diarree? Ja, als ik jullie eten eet. Ik weet het niet, meneer. Dus. Waar komt de naam dus vandaan? David? Je beseft dat het ook illegaal is, hè? Maar als je het bij de hand gaat doen en constant dezelfde vragen stellen, dan kun je opbotten. Wat zeg je? Kijk, dan sleur ik je toch wel ergens mee in een steekje, hè? Ja, dat zou wel even kunnen, ja. Ja, dat zou wel kunnen? Dat zou wel kunnen, ja. Top, dan zie ik jou vanavond. Echt, wat een sletten zijn dit. Dit zijn zulke sletten. Lassie Toverrijst gaan we bellen. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Dievenklaaiers! Geduld, alstublieft. Goedemiddag, u spreekt de 13 Martina van Lassie. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De rijst is aangebrand. Oh, heel vervelend. De rijst is aangebrand. Wat moet ik nu doen? Heel erg. Wat moet ik doen? De rijst. Nieuwe maken. Nee, maar dat gaat niet, want dit was het laatste pak. Ja, ik heb dus een chlamydia. Oh jee. Misschien moet jij ook even een testje doen. Ja. Nou, dank dat je belt. Ja, ik vind het echt super kut gewoon. Nee, maar joh, jezus, dat had mij ook kunnen overkomen, toch? Hey David, hey, even sorry voor daarnet. We wouden prankels doen, je kent ons wel. Wij zijn van KapotTV. Ja, echt kankerirritant, vrienden. Ja, weet ik. En sowieso, heb je mijn nummer van Bardo of zo? Of van iemand? Ja, van Bardo, ja. Ja, dan ga ik echt Bardo fucking hard als een flikker van geven, want ik hou niet van dit soort gasten. Nee, snap ik. Jij bepaalt wat wij doen. Jij kan dus een opdracht indienen voor ons die wij moeten uitvoeren. En de opdracht die de meeste stemmen krijgt, die voeren wij uit. Ga dus nu naar StukTV en gaan met die super vette, geile, fijne, mooie opdracht aan de slag. En we willen een groen duimpje, abonneer op ons kanaal, word lid van Twitter, word lid van Facebook, voeg ons toe allemaal en doe whatever je wilt. En heb jij nou ook zelf een leuke prankal? Zet even hieronder in de comments. Ja. De grap. Ja, tot volgende week. Later. Doei!